Goedenavond en welkom bij de Bali. Welkom bij dit speciale vergezicht vanavond. Mijn naam is Tim Wagemakers. Ik ben programmamaker bij de Bali. En ik heb de eer om vanavond in gesprek te gaan met Ineke Sluiter, hoogleraar Griekse taal en literatuur. En sinds juni president van de KNAW, een genootschap van topwetenschappers die een aantal kennisinstituten bestuurt en onder meer de overheid adviseert over wetenschapsbeoefening. Sinds we in maart in lockdown zijn gegaan, zijn we in de Bali een serie gesprekken begonnen met wetenschappers en kunstenaars over wat ons als samenleving overkwam, overkomt nog steeds en waar dat naartoe gaat. En we spraken onder meer met Arno Grunberg, Maxime Februari, Roxane van Ieperen, Thijs Goldschmidt. En vanavond dus vlak voor de start van het nieuwe academische jaar een klein uurtje met Ineke Sluiter. Welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Dat vind ik ook. Het is niet de eerste keer in coronatijd dat je bij ons bent, want eigenlijk de overdracht begin juni vond hier ook plaats. Dat had een heel ceremonieel moment. Nu was dat een klein comité. Het was eigenlijk vlak na de lockdown, dus iedereen liep nog volop te improviseren. En inderdaad, hier in de grote zaal werd de voorzittershamer overgedragen. Ja, en hoe was dat? Ik vond het prima. Vond het heel leuk. Ja? Ja. En er zaten gewoon mensen thuis te kijken. We zijn daar inmiddels aan gewend. Het was toen een van de eerste keren. Maar het werkt zo ook. Ja. En hoe werkt dat dan? Je wordt president van de KNAW. Betekent dat dan een prestigieus instituut, prestigieuze functie? Betekent dat dan de dag erna dat de minister meteen aan de lijn hangt van we moeten een kop koffie doen? Ik heb de minister wel vrij kort daarna gesproken, maar die kop koffie, die lockdown, hè? Een online kop koffie was het. Ja, dat blijft ingewikkeld, ja. Ja. Ben je een beetje in de gekke tijd om aan te treden? Groei je dan een beetje al, voel je je al, het klinkt een beetje pretentieus, dat bedoel ik het niet, voel je je al president, zeg maar? Nou, ik was al 2 jaar vicepresident geweest, dus ik was op zich goed ingewerkt in alle dossiers en dergelijke. En ik moet zeggen, dus ik ben denk ik niet een geboren gepassioneerde bestuurder. Ik vind het heel belangrijk om het te doen. Het is ook een eer om het te doen. Ik wil het goed doen. En onder al die omstandigheden is het niet zo erg als er ook wat te doen valt. En het is wel zo dat in coronatijd er veel te doen valt. Ja. Rond wetenschap, kennismaatschappij. Nu weer de studenten natuurlijk, dat gaat me ook zeer aan het hart, jonge onderzoekers. Ja. Dus het is ook wel een moment waarop je iets misschien kunt betekenen voor de wetenschap. Ja. En dat hoop ik dan erg. Er kijken ook heel veel mensen nu naar de wetenschap en ook naar de KNAW. En we hadden het er vooraf al even over. Je hebt ontzettend veel interviews gedaan de afgelopen tijd. Valt daar een lijn in te ontdekken hoe mensen jou en daarbij dus de KNAW zien? Nou, ik denk dat iedereen zich gerealiseerd heeft hoe prominent wetenschap en wetenschappers opeens waren in deze tijd. Dus er is een crisis en we hebben het vaak over, is wetenschap ook maar een mening of kalft de waardering daarvoor af? Maar als er echt wat aan de hand is, dan blijken wij in Nederland, we zijn een kennissamenleving, toch heel goed te weten waar je dan het beste eerst even kan kijken. En nu zijn we weer een stap verder en nu zitten we midden in een proces waar kennis gemaakt wordt en nieuwe kennis verworven wordt. En nu zien de mensen ook het wetenschappelijk debat. Dat kan heel verwarrend zijn. En dat is misschien ook wel een moment waarop het handig is als af en toe weer even wordt uitgelegd wat dat eigenlijk voor proces is waar we naar zitten te kijken. En dat vind ik leuk om te doen. Ja. Dus dat komt goed uit. Kan ik in het kort zeggen dat je als president van de KNAW daarmee als belangrijkste taak misschien wel hebt de brug te zijn tussen die wetenschap en die samenleving en dat uit te dragen? Nou, op dit moment is dat een heel belangrijke rol. Dat is altijd een van de taken van de KNAW. Je zoekt altijd de verbinding met de maatschappij, net zoals de hele wetenschap dat doet. Nu ziet iedereen dat, maar eigenlijk is dat heel natuurlijk voor wetenschappers. Die leven in deze tijd, die zien wat de problemen zijn die zich nu voordoen. En die houden zich met dat soort onderwerpen bezig. Maar daarnaast blijft ook gewoon de wetenschappelijke uitwisseling tussen de leden van het genootschap belangrijk. We hebben die instituten, je zei dat net al. Internationalisering is belangrijk in een tijd waarin we af en toe denken dat Europa er misschien niet zoveel toe doet. Hoewel we net zien dat dat virus echt niet stopt bij de grens. Nee, dus je moet samenwerken. Dat zijn allemaal elementen waar ik aandacht aan wil besteden. Ja. We gaan zo jouw vakgebied induiken. Ja. We gaan zo de retorica ontleden. Want we gaan kijken naar die wetenschap in crisistijd. Maar misschien eerst nog even om het beeld te schetsen. Je hebt al verteld waar je zin in hebt, waar je naar uitkijkt. Om nu te laten zien en die wetenschap uit te leggen. Maar aan de andere kant heb je ook hoe de wetenschap ervoor staat. En ik zat een beetje na te denken in een soort van vergelijking, hoe je dat nou neer kan zetten. En toen dacht ik,
die wetenschap, daar komt enorm veel op af. Er zijn heel veel problemen rondom geld, financieringstromen, druk, vertrouwen. Ben je nou president geworden van een best wel goed rijdende auto die af en toe wat onderhoud nodig heeft? Of is die wetenschap een beetje een tweedehands rammelbak die met pleisters en houtje touwtje nog een beetje functioneert, maar eigenlijk niet heel erg lekker meer ervoor staat? Nou, de wetenschap staat er in Nederland eigenlijk, ja, het is precies eigenlijk wat je zegt, die staat er wel en niet goed voor. Dus internationaal doen wij het heel erg goed. Wetenschap in Nederland staat op een hoog niveau. Eigenlijk bijna over de volle breedte van de disciplines. Dat is bijzonder. En dan zijn er misschien nog wat uitschieters die daar nog boven uitgaan. Alleen als je het zo wil houden, dan moet je niet een klein beetje onderhoud plegen, maar dan is het nu wel echt tijd voor groot onderhoud. Want dat vergt voortdurende zorg. Ja, en ook investeringen. Er wordt vaak gezegd, wat vervelend, dat er allemaal gepraat wordt over geld in die wetenschap. En ja, ik zeg dan, dat we vragen eigenlijk al om hetzelfde geld. We houden ons niet aan de zelfgemaakte afspraken. En daardoor moeten we elke keer zeggen, houd je nou aan je afspraak, houd je nou aan je afspraak. Want het blijft zo niet goed gaan. Dus het beeld van rupsje nooit genoeg klopt niet. Het is eigenlijk nooit er geweest. Het moet er op een gegeven moment. Er is wel geld. Ja, het is niet zo dat we helemaal niks hebben. Maar je ziet de noden, je ziet de druk op het systeem. Iedereen ziet het. En ik denk, kom op, doe er nou even wat aan. Je ziet nu hoe belangrijk het is. En we zijn nu met elkaar aan het proberen om deze crisis op te lossen. Je weet niet waar de volgende vandaan komt. Nee. Deze verrast ons. Sommige wetenschappers zagen deze wel aankomen. En misschien sommige andere gezondheidscrisis ook wel. Maar er zijn ook door mensen veroorzaakte grote problemen. We krijgen klimaat- en milieu-issues. Ja. Je moet klaarstaan. Want de kennis die je nodig hebt om een acuut probleem op te lossen, die moet opgebouwd zijn. Die kan je niet van nul af aan in één keer uit de grond trekken. Daar zitten vaak 20 jaar werk in. Ja. En tegelijkertijd is dan een beetje wrang dat juist op het moment dat in coronatijd kijkt men naar de wetenschap. En juist om de corona te bestrijden wordt een Europees verband geld weggehaald bij het onderzoek en de innovatie. Ja, het is niet zo dat dat geld daar wordt weggehaald om corona te bestrijden. Nee. Om de Kijk, het is iets anders. Er wordt onderhandeld in Europa. Wij wilden graag een korting. Ja. Nou, die hebben we. En die blijkt terecht te komen bij wetenschap en innovatie. En dat is dubbel wrang, omdat die Nederlandse wetenschappers het eigenlijk ook in Europees verband heel goed doen. Dus we hadden daar vast en zeker een goed aandeel onderzoeksgeld vandaan gehaald. Ja. En dat kan dan nu niet. Laten we even duiken in die wetenschap en hoe leuk die is. Want je bent nu president van al die wetenschappers, maar die geven vervolgens studentenles. Je bent zelf in 1990, heb je het proefschrift geschreven, Ancient Grammar in Context, Contributions to the Study of Ancient Linguistic Thought. Ik heb dat zelf even vertaald naar, ging over denken over taal van de klassieken. Hoe dachten de oude Grieken over hun eigen grammatica? Ja. Neem ons mee, want je zit nu helemaal aan die andere kant. Hoe is dat zo gekomen? Denk jij nog wel eens aan terug hoe het was om in die leeromgeving te zitten? Om echt daar weer helemaal in te duiken. Je geeft nog les, je doet nog onderzoek. Maar toen dat proefschrift, daar begon het een beetje. Ja, daar begon het zeker een beetje. Nou, ik denk daar heel regelmatig aan, want het is precies zoals je zegt. Ik ben uit die omgeving waar de verwevenheid van onderwijs en onderzoek zo belangrijk is, ben ik nooit weg geweest. In academisch onderwijs wil je dat er onderzoekers voor de klas staan. En ik heb zelf altijd het geluk gehad dat ik les heb gehad, colleges heb gehad, van hele goede onderzoekers. En die leefden eigenlijk voor hoe spannend en leuk het is, wat voor houding je moet hebben, wat voor waarden je zou moeten belichamen als je goed onderzoek wil doen. Dus ik heb dat altijd gehad. Ik heb me aanvankelijk dus gestort op een heel technisch onderwerp, waar mijn hoogleraar pionierswerk op aan het verrichten was. En hij nam mij daarin mee. En het is eigenlijk pas daarna dat ik het veel meer de onderwerpen verbreed heb naar meer maatschappelijk geëngageerde onderwerpen uit die een verband hielden met de klassieke oudheid. En ja, als je wil weten hoe ik bij dat bestuur ben gekomen, eigenlijk vind ik dat je in welke omgeving je ook functioneert, je ook verantwoordelijkheid moet dragen voor het goede functioneren daarvan. Dus je moet ook bereid zijn om taken te vervullen voor het geheel. En daar is dit dan een beetje een doorgeschoten versie van. Misschien ook een beetje Griekse gedachte in die zin.
Nou, die vonden wel dat je, ja, dat je je verantwoordelijkheid als burger moest nemen. Zeker, zo is de democratie daar ontstaan. Het was wel een beperkt groepje burgers natuurlijk. Hè? En welke waarden, want je ging er even snel overheen, maar welke waarden zie jij dan die je moet belichamen in dat onderzoek? Onafhankelijkheid, eerlijkheid, transparantie, ja, integriteit. Het is eigenlijk wetenschappelijke integriteit. Verantwoordelijkheid over de manier waarop je omgaat. We doen onderzoek met publiek geld. En dan mag je ook verwachten dat daar rekenschap over wordt afgelegd. En dat daar iets goeds uit voortkomt. En die ideeën over taal, dat lijkt een heel technisch onderwerp. Maar dat heeft eigenlijk ook praktische implicaties. We gaan het zo dadelijk ook hebben over mooi bruggetje. Retorica. Ja. Ja. En dan zie je eigenlijk meteen dat het zin heeft om daarover na te denken. Ja. En de klassici in Nederland op dit moment, die doen onderzoek naar innovatie. En niet alleen maar om modieus te doen. Maar het is eigenlijk altijd zo dat wij bestuderen de oudheid, maar we wonen daar niet. We wonen hier. Je denkt na over de wereld waar je mee bezig bent. En dan doen zich vragen voor die wij het makkelijkste aan de hand van die oudheid kunnen beantwoorden. Dus je ziet ook dat daar onderzoek is gedaan naar de positie van vrouwen. Proto-racisme in de oudheid, was dat wat? Dat is nu weer extra actueel misschien. De MeToo-beweging, hoe zit dat met al die seksistische dichters in de oudheid? En hoe gaan we er eigenlijk mee om met dat soort teksten? Ja. En dat geldt ook voor innovatie. En daar wilden wij graag kijken naar, hoe zit het nou? Waar is de rol van de mensen bij die innovatie? Ja. Hoe snappen die al dat nieuwe en kunnen ze het inpassen in hun wereldbeeld? Ja. En wij laten dat zien aan voorbeelden, case studies uit de oudheid en denken dan, die analyse-methode werkt, zullen we die dan meenemen naar onze moderne tijd? Want ik hoor wel eens mensen zeggen, maar eigenlijk als ik jou hoor, is dat dus, die zeggen valorisatie of het idee van wat heeft de wetenschap, betekent die voor de maatschappij van nu? Dat moet niet een criterium zijn om wetenschap waardevol te vinden. Maar als ik jou zo hoor, dan is eigenlijk bij jou, zeg jij, intrinsiek is het interessant om dat te analyseren en om te onderzoeken wat dat zegt over nu. Want dat maakt het extra waardevol om ernaar te kijken. Ja, ik denk dat het heel vaak zo is dat fundamenteel onderzoek, want dat is wat wij doen eigenlijk ook, uitstraling heeft naar de maatschappij of geïnspireerd is door de maatschappij. Er wordt ook vaak een valse tegenstelling gecreëerd tussen fundamenteel en toegepast onderzoek. Het een leidt tot het ander. Fundamenteel onderzoek leidt tot toepassingen. Toepassingen werpen nieuwe vragen op waarvoor weer fundamenteel onderzoek nodig is. Dus er is wel vaak gezegd, die wetenschappers moeten eens aan valorisatie gaan doen. Nee, we zijn leden van deze maatschappij. Dat komt best natuurlijk. Ja. En het beoordelen daarvan, dat is nog een heel ander verhaal. Want dat is moeilijk. Ja. Als je een onderzoeksaanvraag hebt, wie gaat vaststellen hoe belangrijk dat is? Ja. Maar je kunt dat de ene kant op redeneren. Je kunt zeggen, dat moeten we aan de samenleving waar wij onderdeel van zijn. Dus we moeten niet doen alsof die apart staan. Maar je kan ook zeggen, ik moet dat misschien ook wel eens aan de wetenschap of aan wetenschappers vertellen. Heb je daar ook een functie in als KNAW? Wat moet je aan wetenschappers om uit te leggen vertellen? Dat valorisatie of in ieder geval de uitstraling, dat is een mooi woord denk ik dat je gebruikte, richting die samenleving van het onderzoek dat je doet, dat is iets om eigenlijk te omarmen, om mee aan de slag te gaan en wat je doet en niet bang voor moet zijn. Ja, maar het is misschien een misvatting dat niet al van nature bij wetenschappers op het netvlies staat. Er worden wel eens valse tegenstellingen gecreëerd. De vraag is vervolgens waar je de nadruk op legt bij het beoordelen van het werk van wetenschappers. En dat hoeft niet bij iedereen hetzelfde te zijn. Dus bij sommigen is juist die maatschappelijke impact, het zijn van een public intellectual, ook het kweken van begrip voor wat wetenschap is, superbelangrijk. Bij een ander is het misschien echt een technisch, inhoudelijk voor andere wetenschappers interessante vondst. Daar moet je een beetje in durven differentiëren in die beoordeling. Ja. We gaan met jou vooruitkijken, maar ook terugblikken. Of in ieder geval even kijken van wat kunnen we nou zien vanuit jouw vakgebied, de klassieke talen, vanuit de retorica ook, in wat er gebeurd is de afgelopen maanden. En we gaan het hebben over eigenlijk drie thema's zijn. Het is wetenschap en politiek beleid in tijden van corona, alternative facts en hoe dat werkt en de toekomst van de kennisinstituten. En het eerste wat we wilden doen is even terug naar maart gaan. En van daaruit hebben we een compilatie gemaakt van wereldleiders die op allerlei manieren over wetenschap praten en hoe we corona moeten aanpakken. Daar kunnen we even naar kijken. Oké. Okay. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là,
invisible, insaisissable qui progresse. Die Kurve ist flacher geworden. Es bleibt nach wie vor so, sie muss so sein, dass sie unser Gesundheitssystem nicht überfordert. Und wir haben Modellbetrachtungen gemacht. Wenn wir sind jetzt ungefähr bei diesem Reproduktionsfaktor 1, also einer steckt einen an. Schon wenn wir darauf kommen, dass jeder 1,1 Menschen ansteckt, dann sind wir im Oktober wieder an der Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitssystems mit den angenommenen Intensivbetten. And the other thing that we've bought a tremendous amount of is the hydroxychloroquine. And again, you have to go through your medical people, get the approval. I've seen things that I sort of like. So what do I know? I'm not a doctor. I'm not a doctor. Maar het antwoord op alle vragen die leven begint bij de kennis en ervaring van deskundigen. Laat ons daaraan vasthouden. Hun advies is vanaf het begin leidend geweest voor alle maatregelen die tot nu toe in Nederland zijn getroffen. En het is belangrijk dat we op dat kompas van wetenschappelijke kennis en betrouwbare feiten blijven varen. Ja, hoe luister je daarnaar? Het kompas van kennis. Het wordt op je schouders gelegd. Schouders van de wetenschap, niet alleen op jouw schouders gelukkig, maar op de brede schouders van de wetenschap. het is aan jullie, we varen op jullie. Zo is het. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Ik zag vanmiddag vlak voordat ik hier kwam deze compilatie even voor het eerst. Ik moet zeggen dat ik daar heel vrolijk van werd, omdat ik dacht ik ga dit bewaren. Het is de perfecte illustratie van Aristoteles' theorie van de retorica. Je hebt hier vier politieke leiders. Voor Aristoteles is retorica de kunst van het overreden en overtuigen. En politiek is een van de arena's waar je welsprekendheid nodig hebt. Dat heb je nodig. En je kan eigenlijk op drie manieren proberen om mensen met je mee te krijgen. En al deze politici zijn daarmee bezig. Het ene is dat je redeneert en argumenten opbouwt en logisch nadenkt. Helemaal heel rustig, argumentatief. Hè. Logos noemt Aristoteles dat. Het andere is dat je je persoonlijkheid in de strijd gooit. En betrouwbaar, of in elk geval als een consistente persoon overkomt op een of andere manier. Kan ook consistent onbetrouwbaar zijn, hoor. Maar er moet een zekere... dus als spreker moet de mensen zin hebben om naar je te luisteren en mee te gaan. En het derde is emoties, dat je op pathos werkt. En je ziet hier bijna een perfect rijtje. Dus je krijgt eerst Macron. Macron framed de hele coronacrisis. Hij biedt ons een denkkader om na te denken over wat ons daar overkomt. En dat denkkader is oorlog. Ja. En zo'n frame heeft altijd een soort innerlijke logica. Die brengt allerlei stappen met zich mee. Dus hij praat over we moeten gaan mobiliseren. Ja, want dat doe je in oorlogstijd natuurlijk. Hij praat later in diezelfde speech ook over de fronttroepen. Dat zijn de mensen die in de ziekenhuizen, in de gezondheidszorg werken. Hij praat over het sluiten van de grenzen. En hij zegt het is... dus het is nog vredestijd, maar ja, het is oorlog. Het is een onzichtbare tegenstander waarmee we aan de gang moeten. Dus dat is een heel logisch, samenhangend verhaal. Dat erop gericht is om mensen te motiveren, in beweging te brengen. Want ze moeten nogal wat doen aan maatregelen en zo. En dat werkt op emotie. Ja. Want oorlog, dat is natuurlijk een... Ja, en er is een vijand, die wil je verslaan. En waar kan ik me inschrijven? En precies, we zijn samen het leger dat het hier moet doen. En onze fronttroepen moeten de goede mondkapjes krijgen. Dat zegt hij ook. Dat is echt perfecte emotieretorica. Ja. En dan komt Merkel. Merkel is een wetenschapper. Zij is geeft college echt hier. Zij is maar ze is er ook echt een. Ze is gepromoveerd in de chemie. Ja. En ze zegt ook, wij hebben modellen. Zij belichaamt de wetenschap. Op dit punt, dus normaal gesproken als iemand goed zijn werk doet, kun je al deze type argumenten inzetten. Dus je kunt logisch redeneren, je kunt je persoonlijkheid etaleren, je kunt op emoties werken. Maar in deze fragmenten is er wel telkens één nadruk. Zij is de wetenschapper. Ja, ja, ja. En ze kan dat ook heel goed uitleggen. Ze voelt zich comfortabel met die cijfers. Ze legt dat ons even rustig uit. Trump? Dan krijg je Trump. Wat doet die daar? Ja, eigenlijk is dat ook een ethos, een persoonlijkheidsargument. Hij zegt wel, ik ben geen dokter. En die doktoren, nou, hij serveert dat een beetje af. Maar je hoort levensgroot erachter. Maar
ik weet het wel. Ja. Het is dit medicijn met een zeer lange en moeilijk uit te spreken naam. Ja, ik heb daar goede dingen. Ik ben geen dokter, maar ik heb daar goede dingen van. Maar gezien. Wel de president van dus de Verenigde Staten. Hij eigenlijk gaat hij ervan uit dat we moeten geloven, omdat hij het beter weet dan de doktoren. Dus hij heeft het niet zo op expertise en is makkelijk bereid daar overheen te stappen en zelf zijn eigen lijn uit te zetten. En dan krijgen we onze eigen premier. Dit was een logos-argument. Dus hij probeert ons uit te leggen waar wij als kennismaatschappij de mosterd moeten halen. Daar komt het een beetje op neer. En eigenlijk zegt hij, wij zijn een kennismaatschappij. Een kennismaatschappij gaat ervan uit dat onze meest betrouwbare kennis door wetenschap geproduceerde kennis is. Dus wij volgen de wetenschap. Het is een logische redenering. En wij hebben eigenlijk bij de KNAW al vrij vroeg gezegd, ja, dat is verstandig, want we zijn een kennismaatschappij. En dit is waar je elkaar op kunt vinden. Want je moet, zelfs in een wetenschappelijk debat, daar hoef je niet op iemands blauwe ogen aan te nemen wat er aan de hand is. Je moet elkaar daar kunnen overtuigen met argumenten voor en tegen. Dus wetenschap is op zich een goede basis. Maar denk eraan, wetenschappelijke kennis is ook voorlopige kennis. Het is de stand van zaken van nu. Dit gaat om een nieuw probleem. Dat zal zich razendsnel ontwikkelen, de kennis die we daar nodig hebben. Uiteindelijk heb je dus maar een deel van wat je eigenlijk zou willen hebben. Je hebt geen 100% zekerheid. Je hebt misschien geen 50% zekerheid. Maar er moet wel beleid worden gemaakt. Ja. En daar zit de taakverdeling tussen wetenschap en politiek. Ja, want in zekere zin schuift hij ook, Als je het negatief zegt, schuift hij het ook af in de zin van, hé, ik volg de kennis van. Ja, wat hij zegt is eigenlijk niet verkeerd. Dus het is leidend in de zin dat wetenschap het beleid informeert. Maar het kan nooit leidend zijn in de zin dat wetenschap het beleid bepaalt. Maar want gegeven bepaalde informatie kun je vaak nog steeds links of rechts af. En je ziet ook dat in de loop der tijden maatschappelijke druk ook een factor is geweest. Want mensen moeten mee. En dat is weer de taak van de politiek. Maar die maatschappelijke druk, ik zit even te zoeken, want we ontzettend interessant over Aristoteles, maar dan zit ik even te denken van, hey, in dat OMT, dat Outbreak Management Team, stel dat Ineke Sluiter daar zat en die zou dit uitleggen daar. Hey, wat we de afgelopen tijd hebben gedaan, wat we Macron zien doen, wat we Trump zien doen, dit zijn allemaal verschillende manieren om dat te doen. Maar woorden hebben effect. En we zien hoe in verschillende landen verschillende culturen ontstaan van hoe je met corona omgaat. Ja. Zeg je eigenlijk dat een beter begrip, het terugkijken op, de taak van de wetenschap niet alleen is om te uit te leggen hoe het vaccin eruit moet zien of hoe corona onze gezondheid is, maar ook om ons te leren van wat gebeurt er met ons op het moment dat onze leiders ons toespreken. Wat doet dat met ons? Nou, dat is best interessant om te weten, maar het belangrijke punt van die terugblikken is eigenlijk, dat was een analyse van politieke retorica. Ja. Er zijn bepaalde contexten waar je mensen echt mee moet krijgen. Voor de rechtbank is een ander voorbeeld. Ja. Een ander moment waarop het belangrijk is dat je goed spreekt is als je een soort showredenvoering houdt. Dat zijn ook precies de drie types die je normaal gesproken onderscheidt. En een showredenvoering, dat klinkt niet zo aardig, maar dat kan ook een college zijn of een preek. Of zoiets als wat wij hier zitten te doen. Hè. Dus die analyse gaat erover hoe krijg je als politicus de mensen mee. En dat is ook een taak van de politiek. Dat is niet per se een taak van de wetenschap. Want het kan zijn dat er onaangename waarheden zijn die voortkomen uit de wetenschap, waar mensen niet meteen wat mee willen. En dan is het eigenlijk in een kennismaatschappij zo dat je daarmee de politiek informeert. En dat je hoopt dat je de soort verantwoordelijke politici hebt die wij hier wel degelijk ook gezien hebben. Die zeggen, oké, dit is de informatie die we hebben. Nu is het aan ons om beleid te ontwikkelen dat mensen bereid zijn te accepteren. En de verkiezingen zijn dan de test. De verkiezingen zijn dan de test, Of dat gelukt is. Kun je een voorbeeld noemen waar dat concreet werd voor jou? En nou, voor corona geldt dat misschien niet. Je ziet de moeite die ze hebben. Hè? Strenger toespreken, proberen te verleiden. Het is aftasten hoe je dat moet doen. We hebben niet een traditie van heel autoritaire decreten. Ik denk dat mensen in het algemeen ook denken dat dat niet zo goed past bij de Nederlandse cultuur. Dat is misschien wel goed ingeschat. Maar denk bijvoorbeeld aan klimaat. Dus er zijn bepaalde gegevens. Dit zijn de gegevens. Nou, wat gaan we ermee doen? Oh.
dat zullen de politici moeten uitmaken. Maar de rol van taal verandert ook wel in die zin. Want op een gegeven moment zijn we gestopt met de persconferenties. Ja. Want het was even niet meer nodig. Uiteindelijk was het toch weer nodig om een persconferentie te houden. Maar je hebt ook wat idee dat de strenge toon misschien niet meer iedereen bereikt die in de eerste week nog dacht, wow, als dit de toon is, dan moet ik inderdaad maar even heel erg op gaan letten. Ja, dit is dus het moeilijke van het vak van politicus. Ja. Ja, dat is een ander vak dan het vak van wetenschapper. En mij interesseert dat als wetenschapper, omdat ik retorica analyseer. Ja. Maar dat is net even een andere afslag, hè, die je daar hebt. Ja. Het heeft natuurlijk inmiddels ook wat langer geduurd. Dus in die onmiddellijke crisistijd, ja, daar moet even alle hands aan dek. En daar moet je gewoon even meedoen. Ik denk dat mensen dat aanvoelden. Maar inmiddels is er vrij veel nodig om iedereen mee te krijgen. Had jij ook het idee dat toen Rutte zei, we moeten varen op het kompas van de wetenschap, dat hij ook jouw tak van wetenschap bedoelde? De alfa-kant? Nou kijk, in het begin van de crisis werd natuurlijk heel erg gestuurd op de epidemiologie, de gezondheidsrisico's, virologen. Het was een virus. Ja. Dus wat gaan we doen met het virus? Hoe verspreidt het zich? Dat moesten we weten. Al vrij snel en alweer, dat was dan wel weer een taak van de KNW, hebben we eigenlijk twee dingen gezegd. Het ene is, let op, wij zijn heel blij dat we een kennismaatschappij zijn, dat dat zo breed erkend wordt. Dus prima, maar let op de taakverdeling tussen wetenschap en politiek en wees daar transparant over. Maar ook, jongens, er is meer in deze crisis aan de hand dan alleen de gezondheidsaspecten. Dus hoe zit het, we hebben het gehad over de economie, hoe zit het met de effecten op ongelijkheid door dat thuisonderwijs? Ja. Waarbij je ziet dat als je ouders hebt die je kunnen helpen, dan is het nog één ding. Maar als je in een wat andere omgeving opgroeit, dan gaat daar meteen een gat. Dus daar zitten ook rechtvaardigheidsaspecten aan. Hoe zit het met de omgang met mensen onderling, als ze afstand moeten houden? Wat zijn de psychologische effecten van de lockdown? Dus dat zijn allemaal takken van sport. En communicatie is er ook een van. Waardoor wij konden zeggen, let op, raadpleeg meer wetenschappers, want we hebben hier kennis over. Ja, maar goed, we kunnen, zeg maar, we hadden 5 jaar geleden ook het gesprek kunnen voeren, als jij toen president was geworden, hè, die wetenschap, hoe belangrijk is die nou? Dan hadden we het ook kunnen hebben. Stel, er komt een crisis, wat kunnen we dan doen? Maar nu was het aan de hand. Kan de KNW op dat moment een breekijzer zijn? Of kunnen jullie echt, je kan het zeggen, maar wordt er ook opgenomen? Wordt er ook op dat moment ruimte gemaakt? Want de blik is anders. De blik is epidemiologisch, de blik is. Ja, maar niet meer. Niet meer. Er zijn wel degelijk, er is een veel groter spectrum aan specialisten die nu geraadpleegd worden. Die staan niet de hele tijd met een microfoon onder hun neus. Maar die zijn er wel en die hebben input en daar wordt om gevraagd. Dus het was even zoeken wat de mechanismen moesten zijn en hoe je de aanwezige kennis kanaliseert. En ik weet nog steeds niet of dat helemaal optimaal gelukt is. Maar er is zeker geluisterd naar het belang van het verbreden van het wetenschappelijk perspectief. Dus je bent positief over die ontwikkeling de afgelopen maanden? Ja, ik denk dat onze overheid er veel aan doet om ook daarnaar te luisteren en daar rekening mee te houden. Ja. Andere kant waar we op willen, dat was eigenlijk thema 2, dat is vertrouwen. Ik bedoel, politiek legt vertrouwen op de wetenschap, maar de samenleving moet ook dat vertrouwen geven in zekere zin, of in ieder geval daarmee daarvan op aan willen kunnen. Ja. En bijvoorbeeld als je het hebt over feiten, over complotten, over, nou, we hebben een fragment van Op 1, daar heb je het al eerder eens over gehad, waarbij de overheid die vraagt de hulp van influencers om een jong publiek te bereiken. Ja. En bij Op 1 werden een paar influencers gevraagd hoe ze hierover dachten. Laten we daar ook even naar kijken. Laat ik bij jou beginnen, Dave. Vind jij het een goed idee van het RIVM om jullie soort te laten pleiten voor de goede zaad? Jullie soort, Sander? Vind toch een beetje een exotische diefsoort wat we hier aan het hebben? Nee, ja, ik denk wel als je jongeren wil bereiken dat het verhaal tv wel een klein beetje afgelopen is. Zijn jullie een nuttig instrument om de boodschap te vertolken, Yara? Ja. Dat influencers of mensen die een groot bereik hebben op social media natuurlijk de meest directe connectie zijn tot die millennials.
doelgroep of de doelgroep daaronder, die besteedt gemiddeld 2 uur per dag op Instagram alleen al. Dus daar zit zeker een mooie connectie. Zijn influencers de mensen die moeten uitleggen hoe een mondkap precies het beste werkt? Dat denk ik niet. Misschien mag ik ook iets zeggen. Ik denk dat het over influencers moeten vooral zichzelf zijn. We moeten geen boodschap verkondigen wat niet van hunzelf is. Daar gaat het om voor influencers. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel. Dat is de besmettingen beperken en de doden beperken. En op welke manier dat nou is, dat mag iedereen zelf verkondigen hoe hij het fijn vindt. Ik vind dat iedereen een eigen interpretatie heeft van waarheid. En een verhaal heeft altijd 2 kanten. En nu vind ik dat er een eenzijdig verhaal wordt verteld. Alleen het RIVM en geen tegengeluid. En als iemand zich inleest op andere bronnen, dan mag hij dat ook verkondigen. Want wat is nou de waarheid? Ik denk dat het terecht is dat je zegt dat mensen kritisch moeten zijn, met name jonge mensen. Dat ze ook best mogen afvragen, worden wij gehoord? Worden de belangen van jongen vertegenwoordigd? Maar een complottheorie, zoals Doutzen Kroes toch een beetje ventileert, en jij ook in je filmpjes, dat is een volgende stap. Dan creëer je een soort van skepsis. Wat is een definitie van een complottheorie? Ja. Dan zeg je zo wat. Iedereen heeft zijn eigen definitie van waarheid. Ja, zijn eigen interpretatie van waarheid. Ja. Van waarheid. Nou, ik heb inderdaad al eerder hierover gezegd, het was best een vreemde aanleiding. Want inderdaad, de overheid dacht, we gaan die influencers inzetten. Ja. Maar terecht gaat het eerste deel van het gesprek erover. Dat ze dan wel zelf het eens moeten zijn met datgene waarvoor ze ingezet worden. Ze zijn niet zomaar te instrumentaliseren. Dus dat snapte ik, wat ze daar zeiden. Wat ik hier zag, is een groep jonge mensen. En als je die hele uitzending bekijkt, dan zie je dat die enorm geëngageerd zijn. Dat ze goed op de hoogte zijn van waar het debat over gaat. Dat ze ook zich afvragen hoe dat zit met mondkapjes en aerosolen en echt best wel technische dingen. Dus ik vind dat een interessante groep, omdat ze eigenlijk van dezelfde leeftijd zijn als mijn gevorderde studenten en promovendi. Alleen ze hebben een heel andere route genomen in het leven. En ze hebben dus het engagement en de interesse. En ze zitten daar echt mee te praten. We hebben allemaal het doel om de besmettingen te beperken. Tot zover, geen enkel probleem. En dan nemen enkele daarvan een foute afslag. Want dat moet je ook kunnen vaststellen. Alleen, ik neem ze dan niet in één keer heel erg kwalijk. Omdat ik ook, dat moet je ook leren. Wetenschap is ook niet zo makkelijk. Dus hoe weet je nou, ze gaan zelf onderzoek doen. Wat dan mis is, is dat iemand zegt, ik heb mijn eigen bronnen. En dan denk ik, ja, wat zijn die bronnen dan? Dat moet natuurlijk op tafel. Daar zitten regels aan vast in hoe je daarmee omgaat. Je moet leren hoe je bronnen weegt. Hij zet hier tegenover elkaar het RIVM, en dat is maar 1 stem. En er moet een tegengeluid komen. En dan denk ik, ja, dan begrijp je gewoon niet helemaal hoe dat werkt. En tegengeluid, prima, maar welk tegengeluid? Dus wat hier verward wordt, is een kritische houding. Elk verhaal heeft 2 kanten. Dat is op zich niet helemaal verkeerd. Hè? Want zo werkt wetenschap voor een deel ook. Door twijfel. Door iets te poneren en dan tegenspraak. Ja. En dan moet je op een of andere manier zien dat je de positie uiteindelijk zo sterk mogelijk maakt. Omdat je rekening hebt gehouden met allerlei tegenargumenten. Ja. Daar moet je wat mee kunnen. Het probleem hier is dat kritisch zijn goed is, maar dat je ook kritisch moet zijn op jezelf. Dus je moet op een gegeven moment ook durven denken, ik heb mijn eigen opvattingen. En hoe waarschijnlijk zijn die eigenlijk? Ja, ja. En waar zijn die op gebaseerd? En zijn de bronnen die ik gebruik echt betrouwbare bronnen? Dat moet je leren hoe dat moet. Maar heb jij het idee, want we hebben het nu over influencers bij Opeen. Volgens mij, ik ken ze niet, dus ik weet helemaal niet of ze maar gestudeerd hebben. Maar ik kan me voorstellen, of wat ik ook wel eens hoor, is dat het ook wel in de collegezalen doorcijpelt. De discussie blijft niet alleen beperkt tot Opeen. Zie je daar een rol in? Of hoe kun je dat counteren? Hoe kun je aan die cultuur werken? Is dat iets wat altijd al was? Of zie jij dat dat nu wel versterkt wordt door social media? Door, nou ja, Doutzen had op de Instagram staan, ik heb even 2 uurtjes gezocht. Ja, dat was een beetje problematisch. Maak je daar zorgen om? Nou kijk, als het doorcijpelt tot in de collegezaal, denk ik gelukkig. Want als sommige van mijn studenten nog met dit soort ideeën rondlopen en zij durven dat in de collegezaal te zeggen, dan ben ik daar blij mee. Want dan kunnen we daarover praten. En dat is voor een deel wat je leert in een academische opleiding. En het is moeilijk genoeg.
internet, de overload aan informatie is zo groot dat een van de grote taken van universitair onderwijs, en ik weet dat hier elders in het gebouw de introductie van start is, is je weg te vinden in altijd te veel informatie. Ja. In te weinig tijd. En dat gaat alleen maar goed als je snel leert uit elkaar zoeken. Dit is wel waardevol en betrouwbaar en een goede bron. Daar kan ik me op verlaten. En dit, man, not so much. Dus ik wil graag dat het doorcijpelt in de collegezaal als de dingen zijn. Want dan heb ik het tenminste op tafel en dan kunnen we daarover praten. Ja. Dit is een van de taken van academisch onderwijs. Heb je daar genoeg tijd voor? Wij hadden hier een paar jaar terug hadden we Ilke Bos van Roosentaal. Die hield een speech of een column bij een avond over fake news. En die begon en die zei, mijn naam is Twan Huis, welkom bij de Rode Hoed. En die zei, dit kunnen we nu ontkrachten met z'n allen, maar dan zult u eerst moeten bewijzen dat ik echt Ilke Bos van Roosentaal niet ben. Vervolgens moet u echt op gaan zoeken dat we niet in de Rode Hoed zijn, maar in de Bali. Dat kost gewoon ontzettend veel tijd en ondertussen gaat het leven door, is het item bij op één voorbij en zijn jouw collegeuren op. Ja, maar kijk, dat gaat even om de vele onwaarheden op internet. En ik bedoel niet dat mijn studenten de factcheckers moeten worden. Nee, zeker niet. Maar ook om die cultuur van de goede methode om jezelf te betwijfelen, om daarvoor open te staan. Daar is tijd voor, want dat is wat we doen op de universiteit. Als daar geen tijd meer voor is, dan moeten we... Daar maak je geen zorgen om. Nou, nee. Ik ken mijn collega's. Dit is het hart van academisch onderwijs. Want wat je daar moet leren is informatie wegen, goed zoeken. Het zoeken van informatie is een van de belangrijkste taken van een wetenschapper. Dan wegen, dan zien hoe je dat tot geldige argumenten kunt samenballen. Dan kun je je positie daarmee dus beargumenteren. En dat moet je op een heldere manier kunnen rapporteren. Als je dat allemaal kan, ben je best een goede academisch gevormde denker. Maar goed, we zitten hier om te praten over wetenschap in crisistijd. Ook de rol van de KNRW daarin. Ja. Er komt van alles nu op ons af. En eigenlijk, als ik jou zo hoor, zeg jij dat die wetenschap best wel goed bewapend is, om even Macron's terminologie te brengen, in ieder geval voorbereid is om daar goed tegenwicht op te bieden, op die krachten die zeggen, ja, maar ik heb mijn eigen waarheid, ik luister niet meer naar het RIVM. Of zeg jij daarin, zullen we toch nog wel wat moeten doen of wat werk moeten verrichten? Nee, daar zijn we elke dag mee bezig. Daar zijn we elke dag mee bezig. En je beste wapen, om jouw metaforiek over te nemen, is het onderwijs. Dat is uiteindelijk, dus hoe meer van onze burgers we tot kritische, weldenkende mensen kunnen maken die iets weten van hoe je dit doet, hoe je weegt, het belang van de media in het wegen van informatie en het informeren van het grote publiek is daar ook heel belangrijk in. En wat je deze mensen ook hoort zeggen is, ja, er wordt niet meer naar tv gekeken. Ik denk ook niet dat ze kranten lezen. Dus ze hebben die andere bronnen en dat kan echt problematisch zijn. In de maatschappij als geheel is het vertrouwen in wetenschap nog steeds hoog. Dus van alle beroepsgroepen hebben de wetenschappers nog steeds het meeste vertrouwen. En ik beschouw dat als een opdracht om te zorgen dat we daar aan blijven werken en doen wat we kunnen. Je kan dit niet helemaal onderdrukken, want dat gaat via kanalen die je niet kunt volgen. Maar waar je kunt, moet je proberen wat eraan te doen. Ik had het vandaag met wat collega's erover. Hoe komen we nou met ook deze groepen in gesprek? Ja. Want dit lijken mij mensen met wie je uitstekend gesprek kunt hebben. Die zijn niet helemaal... Ze zitten daar aan tafel, ze gaan in gesprek. Die jongen die op een gegeven moment zegt, ik heb mijn eigen interpretatie van waarheid, die luistert in zekere zin ook naar wat de ander zegt. Dus hij staat open voor dat gesprek. Ja, en hij zegt ook heel veel dingen waarvan ik denk, ja, het is ook een klein beetje klok en klepel. Dus hij heeft op een gegeven moment, zegt hij, ik ben geen wetenschapper. Dat is een beetje de Trump variant, maar... Ja. Ik hield van boekhouden en ik hou erg van rekenen. En ik kijk zelf naar die cijfers. Prima. En dan vraag ik mij altijd af, hoeveel mensen overlijden nou door corona en hoeveel mensen overlijden met corona? Ja. En dat is niet helemaal dom. Want hij moet, denk ik, denken aan ziektes die op een gegeven moment niet meer onmiddellijk dodelijk zijn, maar die chronische ziektes kunnen worden. Ja. En waarbij je inderdaad kan zeggen, deze ziekte, we kunnen hem niet genezen, maar het is heel goed mogelijk dat je overlijdt met die ziekte en niet aan die ziekte. Ja. Dus dat kan bijvoorbeeld voor AIDS, zou dat kunnen gelden nu.
Alleen corona hoort niet in die categorie. Maar, En ik maak me sterk dat dat uit te leggen valt. Ja, maar vanmiddag heb je dat gesprek en je liet ons een beetje met een cliffhanger achter. Want wat kwam daaruit dan? Hebben jullie het helpen gehad? Dus het moeilijke is inderdaad, hoe bereik je deze groepen? Hoe bereik je deze groep? Dat is niet zo eenvoudig. Nee, ik denk niet dat ze op de Instagram van de KNAW zitten. Ik weet niet of die bestaat trouwens. Dat is precies de opmerking die ik daar ook over wilde maken. En ook als de KNAW wel een Instagram-account zou hebben, dan kunnen we wel zenden, maar ontvangt er ook iemand. Dus dan zullen we actief hun accounts op moeten zoeken en zeggen, zeg, vind je het leuk om een keer met een wetenschapper hierover te praten? Maar waar kwamen jullie op uit? Op dit. Oh, toch wel. Ja. Ja. Dat je dus inderdaad dat de beweging van ons uit moet gaan als je dit wil doen. En dat klopt wel met wat ik zeg over het belang van uiteindelijk een vorm van onderwijs. Ik wil er niet al te bevoogdend in doen. Nee. Maar dit zijn wel dingen waar het gesprek kan helpen. Dat vraagt ook in zekere zin, ik weet niet of moed het goede woord is, maar de wetenschapper moet dan ook een stap zetten in een... Ik zit een beetje in de oorlogsmetafoor, sorry. Maar in een andere arena dan zijn collegezaal. Nou, je ziet die hoe Macron dat makkelijk aanreikt. En dan ben je helemaal geprimed om dat te houden. Ja. Nee, dat is waar. En ik denk ook niet dat elke wetenschapper dat moet doen. En de ene is er geschikter voor dan de ander. Maar we hoeven niet allemaal alles te doen. Vind je dat de KNAW daarin wel het moet bevorderen of daarin de komende jaren meer stappen moet zetten? Dat zijn we ook aan het doen. Niet wij alleen, maar ook andere organisaties in het wetenschappelijk veld zijn samen bezig aan een project dat geënt is op een Engels project dat Sense About Science heet. Ja. En dat eigenlijk precies dit wil. Dus hoe kun je bij een groter publiek uitleggen hoe wetenschap werkt en hoe je dus kijkt naar wetenschappelijke resultaten, naar het proces van wetenschap en dergelijke. En mij lijkt dat binnen dat project ook zeg maar outreach naar zulke groepen jongeren heel leuk en belangrijk zou kunnen zijn. Ja. Maar ze zitten met hetzelfde probleem, dus het is niet zo makkelijk om ze te bereiken. En Doutzen, Kroes, die stuurt dus die ene tweet eruit van ik heb er echt uren ingestoken in corona en ik denk dat het toch een hele grote... Ja, ze stelt allemaal vragen. Ze zat met tal van vragen. Maar of niet de hele farmaceutische industrie, verschillende wereldleiders en regeringen en regeringsleiders er allemaal belang bij hadden om ons bang te houden. Nou, dat is een fully fledged complottheorie. Ja, en dan moet je hem ook gewoon keihard benoemen. Ja, maar daar moet je dan ook eens aan zo iemand vragen van hoor eens, je bent kritisch, dat is hartstikke goed en je probeert te wegen wat er is, maar kijk nou ook even kritisch naar je eigen theorie. Hoe waarschijnlijk is dat? Dat echt iedereen samen, die staan dus ook kennelijk allemaal met elkaar in contact. En hoe werkt dat dan precies? Hè? Ja. Dus de kenmerk van dit soort theorieën is dat ze niet te falsifiëren zijn. Nee. Maar deze vraag zouden mensen zichzelf moeten leren stellen. En misschien heb je, en daarom dat wilde je ook nog even laten zien, om het eigenlijk een beetje af te toppen, een fragment van John Oliver. Want je noemde de media ook al, die nou ja, eigenlijk hierin soms ook in dat frame trapt en hoe je daar misschien wel tegenwicht aan kan bieden. Daar kunnen we ook naar kijken. Het frame van de tegenspraak, hè? Dat is wel belangrijk trouwens, maar kijk. Incredibly, this latest damning scientific report may still face an uphill climb with some of us. There's that Gallup poll that came out last month, which found one in four Americans is skeptical of all the effects of climate change and thinks this issue's been exaggerated. Who gives a shit? That doesn't matter. You don't need people's opinions on a fact. You might as well have a poll asking which number is bigger, 15 or 5? Or do owls exist? Or are there hats? The debate on climate change should not be whether or not it exists. It's what we should do about it. And I think I know why people still think this issue is open to debate, because on TV, it is. And it's always one person for, one person against. Ja, dat is het eigenlijk, hè? Ja, en dit is ingewikkeld, hè? Want dat je de voor's en tegens wil wegen, dat is natuurlijk belangrijk. Maar ook op onderwerpen waar eigenlijk de wetenschappelijke consensus heel groot is. En dit gaat dus om het bestaan van climate change. Dit is nog niet eens het hart van het probleem van... Komt het door de mens of niet? Ook daar is consensus over, maar maakt niet uit. Maar bestaat er climate change? En als je dan inderdaad iemand die daar zijn hele carrière aan besteed heeft neerzet en iemand die zegt, nou,
ben toch nog niet helemaal overtuigd. Dan verteken je eigenlijk de stand van zaken in de wetenschap voor het grotere publiek. Dus hij gaat ook verder om te laten zien hoe je dat zou moeten doen. En dan heeft hij inderdaad John Nye, de science guy, die overal opduikt als het over dit onderwerp gaat. En daar zet hij iemand tegenover. En 97% van de wetenschappers die vinden dat climate change bestaat. En die 2,7% niet. En dan zet hij dus twee andere mensen aan de ene kant en 97 wetenschappers om John Nye, de science guy, heen. Dan ziet het er opeens heel anders uit. Het ingewikkelde is dat je ook graag wil laten zien dat wetenschap door dat debat verder komt. Alleen op een gegeven moment gaat het inderdaad niet meer om dit soort onderliggende feiten. En door dat elke keer te blijven suggereren, door om het gebalanceerde debat te willen laten zien, ja, ben je in feite licht misleidend bezig als media. Tegelijkertijd kan je natuurlijk ook zeggen, dit is zo duidelijk. Dit zijn zulke duidelijke voorbeelden, daar kunnen we misschien dat over zeggen. Maar het wordt natuurlijk spannend in het grijze gebied wat daaromheen zit. Ook in het klimaatveranderingsdebat. Nee, dus niet het debat over klimaatverandering, maar over de oorzaken en wat er allemaal gebeurt. Ja, maar dan komt er gewoon nog iets anders. We hebben zoiets als dat intergovernementele IPCC. Ja. Die hebben een enorm mechanisme opgetuigd om tegenspraak te organiseren. Ja. En als je dan zegt, dat is één mening en daar gaan we wat tegenover zeggen, dan misken je dat hele mechaniek wat daar al in zit. Dus je moet goed begrijpen waar je naar zit te kijken. Hè? Zoals deze, hoe heet die, Tisha J. Boy? Ja. De John Oliver, ja. Nee. Oh, dus ja, de influencer van daarnet, die zegt, ja, je hebt aan één kant het RIVM en dan moet een tegengeluid zijn. Het RIVM aggregeert allerlei wetenschappelijke onderzoeken en doet ook zelf onderzoek en organiseert ook, als het goed is, de eigen tegenspraak. Dat is eigen aan wetenschap. Maar dan komen we eigenlijk meteen op het laatste thema wat we wilden bespreken. En dat zijn die kennisinstituten. Die eigenlijk die bundelingen van kennis op een aantal plekken. De KNW heeft volgens mij 14 kennisinstituten die jullie besturen. Hoeveel... Als je het over vertrouwen hebt, je hebt vertrouwen in wetenschappers, je hebt vertrouwen in wetenschap, maar ook in die instituten. Hoe staat het daar ervoor? Ja, dus je moet dit zijn onderzoeksinstituten. Ja. Onderzoek wordt in Nederland gedaan aan universiteiten. Ja. Het wordt gedaan bij bedrijven. En het wordt gedaan in onderzoekinstituten. Een aantal daarvan, dat noemde je al, wordt bestuurd door de academie. Ja. Een aantal wordt bestuurd door de Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO, onze wetenschapsfinancier. Die instituten samen die vormen een soort nationaal onderzoeksinstitutenlandschap. Dus ieder van instituten moet echt nationale meerwaarde hebben. Ze beheren bijvoorbeeld vaak hele bijzondere collecties die je eigenlijk niet zo goed bij één universiteit thuis kan brengen, want het zijn nationale schatten die we daar eigenlijk hebben. En daar wordt heel goed onderzoek gedaan, zoals ook aan onze universiteiten heel goed onderzoek wordt gedaan. Dus het instapniveau is eigenlijk toponderzoek. Ja. En daarboven moet er dan een nationale meerwaarde zijn op bepaalde thema's. Dus ik weet niet waarom het precies over die instituten moet gaan. Die maken deel uit van het complete onderzoeklandschap in Nederland. Hoe zit het nou met, want ondertussen geef je ook nog les. Ja. Je doet nog onderzoek. Ja. Even heel kort, hoeveel dagen in de week ben jij bezig met de KNW? Is daar iets over te zeggen? Hoeveel dagen in de week? Nou, dan zijn het geen hele dagen als ik ook die andere dingen nog aan het doen ben. Ja, het hangt er een beetje vanaf. Dus in principe staat er 3,5 dag vastgepland. Hè? En dan zit een beetje overloop in. Maar goed, de reden dat ik het vraag is, de komende jaren ben je president van de KNW. Ja. Je bent ontzettend actief op allerlei terreinen. Je hebt je ingezet voor meer vrouwen in de wetenschap. Je zet je in voor een brugfunctie vanuit de wetenschap naar de samenleving. We hebben het gehad over hoe je via de oude Grieken kan begrijpen hoe innovatie werkt eigenlijk. En je bent bezig met financiering proberen te lobbyen voor onderzoek. Daarbinnen, 3,5 dag, je zal vast meer uren maken dan die 3,5 dag. Waar ga je nou in prioritiseren? Want jij moet daarin toch ook nadenken van, over een paar jaar trek ik die deur achter me dicht. Dan wil ik wel iets
gedaan hebben, iets achtergelaten hebben. Ja, we zijn toevallig, want dat is net, je hebt elke keer over 4 of 5 jaar een strategische agenda. Die zijn we net aan het maken. Dus die mag ik maken. Ja. Met het bestuur wat er nu is en met de leden van de KNAW. En daar doe je precies dit. Daar benoem je een aantal prioriteiten. In de afgelopen periode heeft de KNAW gewoon heel veel, ook intern, orde op zaken gesteld. En nu willen we echt weer terug naar de kern. Dus we willen heel goed onderzoek bevorderen en zorgen dat dat allemaal goed loopt in Nederland. We zijn een goed genootschap en dat willen we ook voor het Nederlandse kennislandschap blijven bevorderen. We willen zorgen voor onze jonge onderzoekers en daarmee eigenlijk ook dat er geen gat valt in de hele opbouw van onze wetenschappelijke staven. Dus mensen moeten gewoon goed hun werk kunnen blijven doen en daar is zorg voor nodig. We willen het hebben over die maatschappelijke verbinding. En we willen het hebben over internationalisering. Dat zijn onze speerpunten. En bij die excellentie hoort ook de diversiteit, de inclusiviteit van de wetenschap. Want zo krijg je uiteindelijk betere wetenschap. Ja. Dus dat zijn punten waar we heel graag aan willen werken. En daar ga ik me voor inzetten. Ja. Maar hoe vertaal je dat concreet? Ja, dat klinkt een beetje suf, maar waar begint dat? Is het niet gewoon uiteindelijk dat de sleutel die heel veel deurtjes opent is gewoon meer geld naar de wetenschap. En daar ga jij de komende 4 jaar je op inzetten. De sleutel is meer representatie op verschillende besturen. En daar ga jij je hard voor maken. Ja, kijk, zo'n strategische agenda, dat is een beetje een apart genre. Dat is niet bedoeld om hele concrete acties in zichzelf al te bevatten. Maar het is wat wij over de grote lijn willen bevorderen. En juist die coronacrisis stelt al die dingen op scherp. Dus die excellente wetenschap, nou, we zitten ernaar te kijken hoe hard we die nodig hebben. De jonge onderzoekers zijn degene die de grootste klappen krijgen op het moment. Dus die zorg is volkomen terecht. We zien dat het virus niet stopt bij de grens. Dus kom op, kijk een beetje wijder en bezuinig niet op grote Europese programma's. En die maatschappelijke verbinding zitten we ook naar te kijken. Je vertaalt zo'n agenda in een concreet actieplan. En een van de punten die daarbij hoort, is dat we met andere kennisorganisaties aandacht besteden aan afdoende facilitering van de wetenschap. Daar hoort geld bij. Maar geld is niet het begin. Want als wij duidelijk kunnen maken wat er gebeurt en dat Nederland terecht daar afspraken over heeft gemaakt. We zouden een bepaald percentage van ons budget, zeg maar, moeten reserveren voor wetenschap en onderzoek en onderwijs. Het hoort allemaal een beetje bij elkaar. Ja, dan is de soort uitleg die we nu overal geven en wat we zichtbaar proberen te maken en aan het voorleven zijn, dat zou argument voldoende moeten zijn tegen mensen te zeggen, nou, dat is ook zo. Maar je zegt dat voorzichtig? Ik zeg het voorzichtig omdat het in het verleden niet altijd zo gebeurd is. Maar er komen weer verkiezingen aan. Dus de partijen kunnen dit allemaal in hun programma schrijven. Dus je gaat er flink druk op zetten? Ja, en er zit er nog één gek probleem bij. En dat is dat als je dat dan in je programma zet en het wordt doorgerekend, dat programma, dan wordt dat weggezet als kosten. Dus dan moet je gaan zeggen, oh, je wilt onderwijs en onderzoek. Waar halen we dat vandaan? Uit de gezondheidszorg, uit de bouw. Maar in feite is het natuurlijk een investering. Want er komt op elke euro die je in wetenschappelijk onderzoek stopt, geld terug. Gegarandeerd. Het laat me weer zien hoe belangrijk taal is, hè, hoe je erover praat. Kost of investering. Ja, dat maakt heel veel verschil. Ja. Ja. Misschien het laatste is dat je aan de ene kant, wat jij zegt, in al die prioriteiten spreekt ook, natuurlijk, er is dus financiering voor nodig, maar er spreekt ook ruimte voor nodig. Op allerlei manieren. Mentaal, op de campus, maar ook misschien wel in het systeem wat wetenschappers zelf ook in stand houden. Namelijk zoveel mogelijk publiceren, de soort van red race waar je toe gedwongen wordt om met minder uren meer te doen. Vraag jij daarin ook iets vanuit de KNAW aan wetenschappers de komende jaren? Ja, maar dit is iets waar we al heel lang aan bezig zijn, waar de wetenschappers zelf heel goed weten dat er iets anders moet. Ja. Waar de samenwerkende universiteiten actie op hebben ondernomen, het hele wetenschapsveld. Dus kijken naar wat is kwalitatief goed werk als je in de wetenschap werkt. Dat verandert. We tellen niet meer alleen maar publicaties, al een hele tijd niet meer. En we kijken niet alleen maar naar een H-index of een andere kwantitatieve indicator van kwaliteit. We kijken naar wat goed werk is, wat iemands bijdrage is aan een team. Dus die bredere blik is er al. Maar ik zie ook hoeveel druk er nog steeds is
omdat ook de universiteiten onvoldoende ruimte krijgen. Heb je dat interview gelezen met Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies, die eigenlijk zegt, ik zit bijna elk jaar aan een burn-out van alles wat ik moet doen. En hij is de enige niet. Nee. Er is net een echt wel indrukwekkend pamflet geschreven door hem, Ingrid Robijns en Rens Bot, waarin ze laten zien, eigenlijk zeggen ze, we willen onze universiteit terug. Dus het moet op een andere manier worden ingericht, want we zijn echt deze staf daaronder door aan het helpen. En eerlijk gezegd, daar helpt corona niet voor. We zijn allemaal, ik ben mij ook aan het voorbereiden op het nieuwe collegejaar. Ik maak me echt zorgen, hoe kan ik nou zo goed mogelijk onder deze condities onderwijs geven? Wat ik heel erg graag doe. Ja. En ik zie hoeveel extra tijd dat gaat kosten. En die ga ik er ook instoppen. Maar die staat in niet één berekening van hoe wij aan onze onderwijsuren komen. Dus we gaan veel van de KNW horen? Dat denk ik wel, ja. De beuk erin? Hoeft niet altijd met de beuk. Maar op verschillende manieren komen er wel. Zo is het. Ja. Dankjewel voor dit gesprek, Ineke Sluiter.